Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik sta nu voor mijn kledingkast. En de video van vandaag staat in het teken van diverse outfits. Ik heb een pakketje van Guts & Gusto ontvangen. En op basis van die items ga ik deze week mijn outfits bepalen. De items die ik heb ontvangen vind ik echt super leuk. Ook lekker zomers. Voor de outfit van vandaag hebben we dit t-shirt. Ik heb deze al een tijdje in de kast hangen. Van Guts & Gusto, of course. Dit shirt heb ik in een maat L. En dan hebben we een rok. Ik dacht misschien is het wel een leuke combinatie. En dit is ook een maat L. Ik heb de outfit aan en ik ben heel erg tevreden over de combinatie. Omdat het shirt redelijk groot is, heb ik er een lusje van gemaakt. Ik heb er een elastiekje omheen gedaan en dan heb ik het stukje hieronder verscholen. Je ziet het eigenlijk na een heel klein beetje zitten, maar ja, doet er niet toe. Ik moet er wel een beetje aan wennen, want dit model draag ik eigenlijk niet heel vaak. Ik hou wel van rokken, alleen dan draag ik niet zulke soort modellen. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Het is een beetje wennen, maar ik vind het helemaal prima. Ik weet trouwens niet of ik vandaag de deur uit ga, maar als ik de deur uit ga, dan ga ik deze sneakers eronder aan doen. Ik draag altijd sneakers. 9 van de 10 keer. Soms draag ik nog wel iets van slippertjes of laarsjes, maar dit zijn echt mijn go-to sneakers. Tegenwoordig begin ik bijna elke ochtend met een kopje koffie. Dus ik ga even mijn standaard koffietje maken. En dat is de caramel macchiato van Starbucks. Ik heb nog een aantal video's staan die ik moet bewerken. Dus ik ga daar eventjes mee aan de slag. En naast dat ga ik eventjes mijn kopje koffie drinken. Het is een nieuwe dag en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe outfit. Vandaag ga ik voor een jurk. Ik vind het patroontje heel erg leuk. En de mouwtjes zijn cute. En dit jurkje ga ik combineren met een riem. Ik heb toch een andere riem gekozen. De riem die ik eerst had, die stond hier niet echt leuk bij. Dit is echt mijn go-to riem als ik jurkjes draag. Het geeft toch wel een extra touch als ik zo'n riem om heb. Hij kan ook makkelijk zonder riem, maar ik vind het zo leuker. Dit is de jurk, best wel lang. Ik heb nog eventjes mijn slippers aan. Maar ik denk, want ik ga vandaag gewoon naar buiten, dat ik sneakers aan ga doen. Het zal weer niet zo zijn. Ja, ik denk dat dat gewoon voor mij het praktisch is. Ik ben herenigd met deze meid. We zitten in Vondelpark en we hebben snackies. En ik vind jouw kleed echt prachtig. Ja toch, de donuts. Heel leuk. Ja, het valt nu niet echt op. Nou ja, op zich, als ik zo vanuit deze hoek. Het is woensdag en ik heb mijn outfit voor vandaag al aan. Het wordt vandaag echt ontzettend warm. Ik keek net op de weerapp en het wordt iets van 29 graden. Ik vind dat echt niet te doen. Maar hey, we moeten er mee leven. Het is niet anders. Maar voor vandaag heb ik een jurkje aan. Dit is het jurkje. Ik vind hem echt ontzettend leuk. Ik heb misschien TMI, maar ik heb hieronder op dit moment geen BH aan, want het is veel te warm daarvoor. En op zich blijft het wel op zijn plek. Ik vind het heel erg mooi dat hij ook hier in het midden zo'n soort van bandachtig iets heeft. Ja, ik ben helemaal in love met dit jurkje. Ik heb eronder nog wel even een broekje onderaan gedaan voor het geval dat. En ik vind het altijd wel zo lekker om onder een jurkje of rokje een broekje aan te hebben, want anders schuurt het zo. Dus dit is mijn outfit. Echt enorm simpel. Net als gisteren had ik ook een jurkje, maar ik vind dat zo lekker aan warme dagen dat ik dan gewoon één item aan heb en klaar. Ik heb het wel gecombineerd met wat sieraden. Wat ik wel echt merk als ik een jurkje aan heb of een mega simpele outfit,
vind ik het toch wel leuk om extra sieraden te dragen. Ik draag trouwens ook nog ringen. Al mijn sieraden behalve mijn ringen zijn goud en mijn ringen zijn zilver. En we hebben weer koffie. Dit is een ander soort koffievariatie dan dat ik maandag al gemaakt. Wat ik hiervoor heb gebruikt is melk, de espresso van Starbucks, karamelsiroop en ijsblokjes. En het smaakt heel erg goed. Ik ben nu even lekker buiten op het balkon. Ik denk niet dat ik lang in de zon blijf, want het is niet normaal warm. Maar ik wilde even mededelen dat ik ook iets leuks voor jullie heb. Ik heb namelijk een kortingscode van Goods & Gusto, SabrinaPoetrie15. En daarmee kan je 15% korting krijgen. Dus mocht je iets in deze video voorbij zien komen waarvan je denkt, oh, dat wil ik ook hebben, dan kan je het met korting bestellen. Dus dat is heel erg fijn. Het is deze week tropisch warm. Ik vind het gewoon niet leuk. Het liefst wil ik geen kleding aan, maar hey, dat is niet mogelijk. Ik heb voor mij al een outfit klaar liggen. Het heeft lange mouw. Waarschijnlijk ga ik het veel te warm krijgen. Maar ik ben benieuwd of het bij elkaar leuk zal staan. Want ik heb deze outfit combinatie dus nog nooit aangehad. We hebben hier een shirt. Ik heb hem in een maat SM. Het kaartje zit er nog aan. Hij is, nou, doorschijnend wil ik niet zeggen. Maar het heeft verschillende gaatjes, dus hij is ja redelijk doorschijnend. Ik denk dat ik hieronder een bralet ga dragen. En dan ga ik het combineren met deze short. Ik had deze al liggen. Hij is ook van Goods & Gusto. En deze heb ik in een maat L. Hier hebben we dan de outfit. Ik was eerst heel erg bang dat dit niet zou staan. Omdat ik nog nooit deze outfitcombinatie eerder aan heb gehad. Maar nu ik het zo aan heb, denk ik, oh, het is best wel leuk. Alleen, ik heb het eigenlijk net iets te warm. Het liefst wil ik dit shirt gewoon uitdoen. Deze outfit is niet heel erg voor een tropische temperatuur geschikt. Maar naast dat kan het op zich wel. Ik zie mijn bralet er heel klein beetje door. Ik vind het niet heel erg storend. Ik denk dat dit wel een outfit is die ik vaker zal dragen. Jongens, kijk eens wat ik hier binnen spot. Dit is een lieve heersbeestje. Ik heb mijn raam openstaan en waarschijnlijk is hij naar binnen gevlogen. Hallo, ik ga jou weer eventjes naar buiten brengen, want hij hoort hier niet. Hij gaat er snel vandoor, hallo. Je moet even naar buiten. Voor vandaag heb ik deze twee items. Ik ben zo ontzettend verliefd op dit blouseje. Of nou ja, het is een overslagblouseje, als je het zo kan noemen. Ik vind de kleur zo ontzettend mooi. En ik dacht, laat ik eens gek doen en dit blouseje met deze rok combineren. In eerste instantie zou ik dat niet zo snel doen. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. Kijken of het leuk staat. Een klein beetje out of my comfort zone. Oké. Ten eerste, deze outfit is voor dit moment een klein beetje te warm. Maar laten we dat eventjes uit ons hoofd zetten. We gaan het even hebben over de combinatie. Ik moet er aan wennen, maar ik vind het niet verkeerd. Het is niet dat ik het lelijk vind, totaal niet. Ik vind het juist leuk dat het een keertje wat anders is. Want ik denk dat ik normaal gesproken dit blouseje met een jeans of iets basics aan zou trekken en niet echt iets met een printje. Omdat ik zelf dit blouseje al een beetje extra vind en dit is nu voor mijn gevoel dubbel extra. Maar ik vind het leuk. Mijn favoriete sieraad van dit moment is deze ketting. Dit is een vintage Louis Vuitton, noemen we dat? Slot. Wow, ik kom eventjes niet op het woord slot.
Maar ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is wel redelijk zwaar omdat het een echt slot is. Ik vind het echt mooi als mijn sieraden echt een deel van mijn outfit worden. Zoals bij deze outfit valt hij heel erg mooi in de V-hals. Ja, nu zit het een beetje gek omdat ik mijn arm omhoog heb. Maar als ik in mijn rustpositie ben, dan valt hij heel erg mooi. En anders vind ik het zo leeg. Het kan op zich wel zonder accessoire. Ik vind altijd dat sieraden je outfit helemaal afmaken. Dus vandaar dat ik het vandaag met deze ketting heb gecombineerd. En ik heb ook oorbellen in. Het is niet dat ik elke dag sieraden draag. Maar als ik de feeling heb, dan draag ik het met alle liefde. Even een outfit tip tussendoor. Ik heb hieronder een bralet aan. Dezelfde bralet die ik gisteren aan had. Dit heb ik ook bewust gedaan. Want zoals je al een beetje kan merken, gaat dit een beetje los. Omdat dit, nou, hij is niet per se te groot voor mij. Maar het zit hier gewoon wat losjes. En omdat ik nu een bralet eronder aan heb, hoef ik me geen zorgen te maken dat je iets van mijn borsten ziet. Of dat je mijn BH ziet. Want dat vind ik heel erg slordig. Maar als je dit zo ziet, denk je, oh, het ziet er nog best wel mooi uit. Dus mijn gouden tip, ben jij bang dat je je BH gaat showen, draag een hele mooie bralet, want dan wil je juist je bralet showen. Voor de outfit voor vandaag heb ik een klein beetje vals gespeeld. Ik heb namelijk geen top aan van Guts & Gusto, maar een andere die ik al in de kast had en mijn favoriete bralet. Ik moet er echt meerdere van inslaan, want ik draag het echt veel te vaak. En eigenlijk is dit niet helemaal een nieuwe outfit. Want de rok die ik vandaag aan heb, die heb ik al eerder deze week aangehad. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om het even op een andere manier te combineren. Ik ben nu al vergeten hoe mijn outfit eruit zag met die rok. Oh ja, ik weet het alweer. Wow, is dat ben ik echt zo vergeetachtig. Maar ja. Maar dit is dan de outfit. Omdat er een bralet onder zit, wordt de top, of nou ja, mijn bovenkant, een stuk interessanter. Want dan lijkt het alsof het één geheel is, maar dat is het niet. Want hieronder komt een klein beetje kant eronder uit. Hier zie je kant. Dan gaan we naar de rok, die ik al eerder aan heb gehad. Ja, ik vind deze combinatie echt heel erg leuk. Lekker luchtig ook. Ik heb, zoals gewoonlijk, onder mijn rok nog een broekje gedaan, zodat het niet gaat scheuren. Ja, ik vind het anders niet zo lekker zitten als ik met blote benen onder een rok zit. Maar dit is echt een ideale zomeroutfit. Cute, maar ook nog eens praktisch. Laat vooral weten welke outfit jij uit deze video het leukst vond. En als je geen keuze kan maken van outfit, laat dan weten wat jouw favoriete item uit deze video was. Ik kan niet kiezen. Ik vind elke outfit stuk voor stuk heel erg leuk. Ik wil Guts & Gusto hartstikke bedanken voor deze leuke samenwerking. Mocht jij een van deze items uit deze video ook hebben besteld of andere leuke items bij Guts & Gusto, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Mocht je meer van mij willen zien, volg me dan ook zeker op Instagram. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot de volgende keer!